Hoi, mijn naam is Miriam van MBO Media Wijs en in deze tutorial ga ik je laten zien wat je kunt doen met Classroom Screen. Classroom Screen is een superhandige tool die je kunt gebruiken als je werkt met het digibord, bijvoorbeeld om je leerdoelen op het bord te schrijven, om een timer in te zetten of om video's te laten zien. Om te werken met Classroom Screen ga je naar classroomscreen.com. Je hebt geen account nodig, dus je kunt direct klikken op Launch Now. En als je dat doet, dan kom je direct terecht in het eerste scherm. Onderin het scherm zie je allerlei functionaliteiten die je kunt gebruiken. En ik heb al een scherm klaargezet om te laten zien hoe dat eruit zou kunnen zien. Je zou bijvoorbeeld je leerdoelen in beeld kunnen brengen. En dat heb ik hier onderin door op tekst te klikken. Ik heb daarop geklikt en dan kun je als je erin werkt, dus als je er actief op klikt, dan kun je er allerlei aanpassingen in doen. En het werkt eigenlijk precies hetzelfde als Word. Ik kan bijvoorbeeld mijn tekst dik gedrukt maken. En ik kan het hok groter en kleiner maken. En als ik vervolgens weer ergens anders op klik, dan zie ik alleen nog maar hetgene wat ik heb geschreven. Nou, super handig om bijvoorbeeld leerdoelen in beeld te brengen. Wat ik ook kan doen, en dat is deze, de namenkiezer. Ik heb een lijst met namen heb ik ingevuld. Ik klik op Choose en op deze manier kan ik mijn les starten door bijvoorbeeld, hey, wie weet er eigenlijk al iets over die voorkennis? Nou, ik heb zelf niet gekozen wie er aan de beurt komt, maar mijn namenkiezer deed dat. En misschien handig om de klok in beeld te brengen. Klik ik hierop, dan ontstaat er een klok. Klik ik er nog een keer op, heb ik een tweede klok. En als ik in het hoekje klik, dan kan ik ze ook weer verwijderen. Een ander scherm wat ik alvast even heb klaargezet is deze. Ik heb in plaats van nu voor tekst gekozen, heb ik op tekenen geklikt. Nou, als ik hier weer op klik, kan ik de wijzigingen doen. En als ik dus werk met een digibord, is dat super handig. Want dan kan ik met mijn pen op het bord kan ik direct schrijven. Klik ik op het pennetje, kan ik ook nog de kleur wijzigen. Nou, kan ik nog meer schrijven. Ik kan de lijndikte aanpassen en ik kan er ook voor zorgen dat het weer wordt verwijderd. Als ik op deze drie puntjes klik en het prullenbakje aanklik, dan verwijdert alles. Nou, zeg ik heb mijn bord niet meer nodig, dan kan ik hem ook verwijderen. Ik heb ook al een video klaargezet. Dat kan ik doen door middel van media. Als ik erop klik, kan ik kiezen uit verschillende typen media die ik wil toevoegen. Bijvoorbeeld een afbeelding. En dan klik ik erop en kan ik in mijn bestanden zoeken. Ik kan een YouTube video toevoegen. Dan kan ik hier de link plakken. Dat heb ik gedaan om deze te krijgen. En ik kan ook de webcam doen. Als ik op een computer zit waar mijn webcam aanstaat, dan klik ik hierop en kom ik zelf in beeld. En embed betekent dat ik nog een link kan toevoegen. Ik heb hier al een video toegevoegd en als ik erop klik, dan gaat die beginnen. Hoi. Ik kan hem groter en kleiner maken en ik kan er ook voor zorgen dat je hem in fullscreen kijkt. Nou, wil ik hem niet, kan ik hem verwijderen. En ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, je kijkt de video, je krijgt een opdracht en je hebt 10 minuten de tijd. En daarvoor heb ik de timer gebruikt. Die vind je ook onderin. Eigenlijk is het dus zo dat steeds als jij iets wil doen, dat jij onderin deze balk kunt zoeken naar een functionaliteit die jou helpt. En dat maakt jouw lessen een stuk makkelijker. Deze tool is dus echt super handig als jij wil werken met het digibord en verschillende dingen wil uitleggen. Een andere tip die er is de exit poll. Je kan zelf een stelling of een vraag invullen. Nou, ik heb de uitleg goed begrepen. De studenten lopen naar het bord en kunnen aanklikken in hoeverre ze het ermee eens zijn. Nou, misschien zijn er wel 3 studenten die zeggen, ja, ik heb het heel goed begrepen. Nou, ook nog een aantal zijn, hebben het een beetje begrepen. Maar er zijn er ook een paar die zeggen, nee, ik heb het toch nog niet begrepen. En je ziet live direct wat de reacties zijn. Nog een andere handigheid van deze tool is de Group Maker. Je kunt een lijst studentennamen invullen. Je klikt op Next. Je geeft aan hoeveel groepjes je wil maken. Nou, ik wil bijvoorbeeld 6 groepjes. En dan geeft de tool zelf al aan van, oh, dan zijn het dus groepjes van 3 studenten. En dan klik ik op Create Groups. En dan worden er automatisch groepjes gevormd. Ik kan nog, als ik zeg, nou, ik zou het toch anders willen, kan ik namen verslepen en kan ik dat veranderen. Maar dus ook een handige functionaliteit. Als ik even terugga naar het huisje, krijg je het overzicht van alle schermen die ik heb gemaakt. Dus dit waren de eerste 2 schermen, de poll en de group maker. En als ik hieronder klik, kan ik een van die 3 toevoegen.
Dan nog even over de AVG. Zoals je hier bovenin kunt zien, ben ik ingelogd. Ik heb mijn e-mailadres ingevuld en ik moest een wachtwoord opgeven. En daarmee kan ik lijsten van studentennamen kan ik opslaan en worden ook mijn schermen bewaard. Ik hoef er niet voor te kiezen om in te loggen. Ik kan ook, zoals ik aan het begin liet zien, direct klikken op Launch Now. Dan kom je ook direct in een scherm terecht en kun je daarmee werken, maar worden jouw schermen niet opgeslagen. Het voordeel is dat het daarmee wel AVG-proof is en voor de student is het ook AVG-proof, omdat die niet hoeven in te loggen. Kort samengevat, Classroom Screen is dus een superhandige tool die je kunt gebruiken als je werkt met het digibord. Je kunt er je klassenmanagement mee regelen, je kunt schrijven, je kunt verschillende soorten media toevoegen aan je schermen en het is dus echt een hele handige tool. Nou, veel plezier, ga er lekker mee experimenteren en tot de volgende video.